Hallo jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe rekenles vandaag. Zoals jullie kunnen zien, is het doel van deze les dat we sprongen van 10 of 20 meer en minder kunnen maken. Nou, hoe werkt dat, het maken van sprongen van 10 of 20 meer en minder? Dat ga ik jullie vandaag uitleggen in deze les. Hier op het beeld zie je twee staafjes. Eén staafje Betekent 10. En als ik er nog een staafje bij doe, heb ik 20. En eigenlijk, iedere keer als ik er één staafje bij doe, komt er 10 bij. Je kunt dat zien door hieronder, waar ik nu een cirkeltje omheen zet, mee te kijken. Let maar eens op, als ik er nu nog een staafje bij doe, dan zul je zien dat de 30 verandert in een 40. Eigenlijk kunnen we dus zeggen dat als ik sprongen van 10 neem, dat er ook dus iedere keer. 10 Bijkomt, ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5 staafjes, dat betekent 5 staafjes van 10 is 50. Nou, deze was nog makkelijk, maar we gaan hem eens ietsjes moeilijker maken. Want ik wil nu geen sprongetjes van 10 hebben, maar ik wil sprongen van 20. Dat betekent dat ik dus 2 staafjes van 10 neerzet, dat is samen 20. Maar nu wil ik 20 verder. Dat kan ik doen door twee staafjes van 10 erbij te zetten. En je ziet dat als ik een sprong van 20 neem, 20 erbij 20 is 40. Als ik er nu weer twee bij doe, dan maak ik weer een sprong van 20, dan is mijn som 40 erbij 20 is 60. Nu ga ik hem eens verbergen om te kijken. Of jullie met mij me mee kunnen denken. Ik wil weer dat we er twintig bij tellen. Wat is mijn antwoord nu? We hadden net zestig, maar nu komt er twintig bij. Ik ga jullie het antwoord laten zien. Het antwoord is tachtig. Dus tien erbij en twintig erbij dat zijn eigenlijk iedere keer sprongetjes van tien. We kunnen het ook iets moeilijker maken. Dit staafje noemen we ook wel tientallen. Ik zal er heel eventjes de t van tientallen bij zetten. Maar we hebben ook eenheden. En dit ene blokje zijn de eenheden. Als ik nu aan jullie vraag hoeveel is er bij elkaar. Dat kunnen we. Hieronder nog een keertje zien. Dat is 11. Maar als ik nu vraag om er 10 bij te tellen. Dan zie je dat ik er eigenlijk alleen maar een staafje bij hoef te tellen. En als ik dat staafje erbij zet, dan zijn er 10 bij. En dan zie je hieronderin het antwoord staan 21. Als ik er nou weer een staafje van 10 bij doe, kom ik bij 21. 30 nog een staafje 41 51. En zo kunnen we doorgaan tot 100. En als je in groep 5 of in groep 6 zit, zelfs tot 1000. En zo kunnen we heel de tijd doortellen. Zo werkt dat ook als ik twee staafjes neerzet. Dus twee tientallen. Die twee tientallen zijn samen 20. En laten we er dan eens een aantal blokjes bij zetten. 1, 2, 3, 4 blokjes. Nu wil ik dat we een sprong van 20 gaan nemen. Dat kan ik doen door twee staafjes in het veld te slepen. En ik verberg het antwoord eventjes voor jullie. 1, 2. We hadden. Hier bij elkaar. 24. Nu heb ik twee staafjes van 10 erbij gezet. Dat is samen 20. En die moet ik erbij optellen, dan heb ik mijn antwoord. Weten jullie het antwoord al? Kijk maar eens mee. Of het antwoord dat jullie in je hoofd hebben klopt. 24 hadden we, en er moet 20 bij. Dan zie je dat het antwoord 44 is. Je ziet dus dat de eenheden, de 4, niet is veranderd. Want ook hier aan het einde hebben we nog steeds die 4 staan. Het enige dat veranderd is, zijn de tientallen. Want bij 20 is er 20 bijgekomen. Nu heb ik hier een werkblad voor jullie gemaakt. En in dit werkblad gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Hierbovenaan staat: maak de rijen af. Sprongen van 10 of 20, meer of minder. Nou, je moet gaan kijken in de rijen. Ik zie hier 10 staan, daarna zie ik 20 staan en daarna 30. Ik zie dus dat dit sprongetje erbij 10 is. Ik weet dus. Dat als ik verder ga rekenen, dat er iedere keer 10 erbij komen. Dus 30 erbij 10 is 40. En zo ga je hem afmaken totdat je achteraan bij 100 bent. Dan kom je bij de volgende opdracht. Opdracht 2. Daar wordt hij al ietsjes moeilijker. Maar ook hier ga je kijken hoeveel komt er komt. En als je hier ook goed kijkt, dan zie je dat dit sprongetje ook betekent erbij 10. Nu wordt het hier een stukje moeilijker. Want als ik nu ga kijken, 20 en in het tweede vakje staat 40. Komt er dan nog steeds 10 bij? Nee hè, er komt 20 bij. Dus in dit vakje ga je iedere keer sprongetjes. Van 20 maken totdat je in het laatste vakje bent. En dat is dit vakje. En daar vul je het laatste getal in. Nu heb ik het natuurlijk wel ietsjes moeilijker gemaakt. En dat zie je bij dit rijtje. Ik zet er even een pijltje voor voor jullie. In dit rijtje staat er in het eerste vakje geen getal. In het tweede vakje ook niet. Maar in het derde vakje zie je het getalletje 35 staan. En in het vierde vakje 45. Nu kan ik gaan kijken. Hey, hoeveel komt er bij? Hé, er komen er 10 bij. Ik weet dus dat ik er bij 10 moet gaan doen. Totdat ik in het laatste vakje ben. Maar hoe kom ik nu? Aan het antwoord van de eerste twee vakjes. Daarvoor begin ik bij het getalletje 35. En als we teruggaan, dan moeten we niet erbij doen, maar dan moeten we het eraf halen. De som is dus 35. Eraf 10. En ook hier is het eraf 10. Zo heb ik nog. Een tweede bladzijde voor jullie gemaakt met nog meer getallen die je ook zelf mag gaan maken. Heel veel succes, denk goed na en ik zie jullie antwoorden graag in schoolwerk tegemoet.